Welkom bij Campus Camp en goed dat je weer kijkt. We brengen vandaag onder andere een bezoekje aan de Belgische band Zita Swoon. We duiken de geschiedenis in van de straatnamen in Lombok. En we nemen een kijkje bij wel een heel bijzonder koorhuis. Maar eerst gaan we het hebben over een echte Ghostbuster. Richard Cesink brengt ons mee naar Fort Vechten en vertelt ons alles over zijn ervaring met dingen die hij niet kan verklaren. Richard Cesink heeft een vreemde hobby. In de weekenden gaat hij diep in de nacht op pad met vrienden. Niet naar de plaatselijke discotheek, maar naar donkere verlaten oude gebouwen. Onder de naam Haunted Holland gaan zij op zoek naar geesten. Ben jij dat? Nee. Dik? Nee. Ben jij niet? Nee, ik dacht dat jij dat deed. Nee, deze op iemand achter mij. Maar eerst gaan we luisteren naar de verhalen van de mensen die daar wonen of werken. Wat soort verhalen hebben ze precies? Wat hebben ze meegemaakt? Wat hebben ze gehoord? Dan gaan we eerst kijken of we die geluiden op een of andere wijze kunnen, een natuurlijke verklaring kunnen geven. Wat we gaan proberen is op die locatie waar we wat gehoord hebben, om dezelfde situatie na te bootsen. Wat hebben zij gehoord? Kunnen wij het ook op onze band krijgen? En dan gaan we kijken of we een verklaring kunnen vinden. En als we de verklaring niet kunnen vinden, dan hebben we iets te pakken waarschijnlijk. En als het niet te verklaren is, gaat Richard met zijn collega's op onderzoek uit. Gewapend met een hypermoderne thermometer, een nachtcamera en geluidsapparatuur, hopen zij contact te maken met het onverklaarbare. Nou, een mooi voorbeeld is, en heb ik een opname van liggen, we zijn op een locatie geweest, ook een fort zoals deze. We hebben een bandrecordertje bij ons, kleine memorecorders waarmee we geluiden opvangen. Op een gegeven moment zijn we vergeten de memorecorder uit te schakelen. Dus een collega van mij loopt van een naar de andere locatie door het gras en je hoort dan plotseling ineens een stem. Maar die hoor je niet ter plaatse, die hoor je pas als je thuis komt en je zet het geheel op je laptop om af te luisteren. Er staat ineens een stem tussen. En dan heb je het idee van, wat is hier aan de hand? De scène die we hadden met het dopje, dat is opgenomen in het Fort Hoek van Holland. We waren gesplitst in twee teams. Eén team was in de benedenverdieping, het andere team was op de boven geweergalerij. En we waren aan het praten, achter onze rug hoorden dus plotseling wat vallen. En dat is dus niemand in die galerij aanwezig, behalve wij. En iedereen in de galerij stond ook op de camera in beeld. Dus er is wat gegooid, wat gevallen, maar niemand heeft dus ook daadwerkelijk echt gegooid. Dat kan je op de camera ook zien, dat iedereen dus gewoon stil staat. Een kruindop. Een kruindopje met vier puntjes. Ja. Nou, dat ik alleen maar, waar komt vandaan dan? Van het plafond? Nee. Ja, hij lag te staan op de grond. Ben je wel eens bang geweest? Eerlijk gehalve heb ik één keer een locatie meegemaakt dat ik van het team eventjes een andere gang nam. Het team ging de ene gang in en ging de andere gang. En halfweg dacht ik mezelf, wat ben ik mee bezig eigenlijk? Is dat een goed plan? Nee, is geen goed plan. Maar dan denk je ook bij jezelf weer van, ja, waar ben je nou bang voor? Voor het donkere, voor een donker gangetje? Dus loop je toch maar door. Nuchter blijven denken, hè? Van, je loopt in een donkere gang, het licht is uit, dat is alles wat er is eigenlijk. Ik heb nog nooit echt gehoord dat er een geest daadwerkelijk iemand bij de keel greep en hem in elkaar rosde. Dat is nooit gebeurd. Ja, in spookfilms, in horrorfilms gebeurt dat. Maar het is mijn en mijn collega's nooit overkomen. Dus ja, waar moet je bang voor zijn? Wil je meer spookverhalen horen of onverklaarbare dingen zien? Kijk dan op www.campusblog.nl. De Belgische band Zita Swoon staat inmiddels al 15 jaar op het podium. Onlangs waren de Antwerpenaren in Vredenburg. Voorman Stef Camille Carlens vertelt ons wat hem al die jaren heeft gedreven. Ik heb bijna 10 jaar met dezelfde bezetting blijven spelen en nu met deze bezetting speel ik bijna 5 jaar. Dus dat zijn eigenlijk de grote wissels. Dus ik ben nogal trouw. Ik hou er enorm van om lang met dezelfde mensen samen te werken, om inderdaad juist die band op te bouwen, om echt het groepsgevoel te krijgen. Alhoewel dat het wel mijn groep is natuurlijk, vind ik toch wel belangrijk dat de muzikanten niet inwisselbaar zijn. Ik geloof niet in vervangingen ofzo. Ik werk altijd met dezelfde mensen, of toch voor een lange periode. Is
nog wel een uitdaging voor jou om met Citizoen bezig te zijn? Het is juist een uitdaging om regelmatig een nieuwe manier van spelen te zoeken of een nieuw idee te zoeken voor het podium te brengen. Om het juist voor onszelf ook boeiend te houden. En natuurlijk hopelijk voor het publiek ook. Heb je er wel zo over nagedacht om gewoon solo te gaan, helemaal zonder band een album op te nemen? Ongeveer 10.000 keer. Maar, ik hou echt van een band en van het bandgevoel. En die 15 jaar zijn eigenlijk nooit gestopt eigenlijk. Wij spelen eigenlijk constant, al 15 jaar lang. Dus de tours stoppen nooit. Dus er is echt nooit een moment van bezinning of zo, van wat ga ik nu doen. Ik denk dat ik één moment heb gehad op die 15 jaar, dan heb ik een radicale change gemaakt. Maar dus echt in een soort constante flow van concerten en platen. Denk je dat de grote doorbraak in de rest van Europa nog komt? Het woord doorbraak achtervolgt mij al 15 jaar als een soort schuimbekkende woeste hond. Dus ik probeer zo weinig mogelijk aan te denken. Ik probeer gewoon goede muziek te maken en te leven met de beperkingen die het geëikte muzieksysteem, als ik het zo mag noemen, in zich heeft. Zijnde dat een groot deel van de Europese markt of muziekmarkt wordt bepaald door Engelse of Amerikaanse muziekindustrieën, boekers, platenfirma's. En wij moeten het doen met hetgeen dat er overschiet.